De allerbeste skateboarders van Nederland zijn hier. Vandaag zijn de trainingen, morgen de wedstrijden. Dan laat ook Liv en Tijmen hun beste trick zien. Dan kom je aanrijden, dan flip je je bord. Dan land ik op de rail. Dan gaat hij zo. En dan krijg je een kickflip, maar dan moet je er wel weer op landen. En Liv is dan misschien de kleinste in de zaal. Ze doet dezelfde tricks als de anderen. Het valt meteen op. De deelnemers hier zijn van alle leeftijden. Ik ben 20. 31. 32. 12 jaar. 9. Steeds vaker nemen de oudere skaters het op tegen de jongen, omdat er daar steeds meer van meedoen. Ik denk dat steeds meer jonge kinderen aan het skaten zijn, omdat er gewoon heel veel skateparken, zowel binnen als buiten in Nederland, de grond uitreizen. En dat in de coronapandemie eigenlijk iedereen meer... nergens meer naartoe kon verenigingswijs, dus ging buiten spelen. Oké, ik heb dus nooit op skaten gezeten vroeger, dat kun je wel zien. Ik zat gewoon op turn-in, dus ben beter ook. Maar wat ik nog wel weet, is dat ik het dus heel irritant vond dat kinderen die jonger dan ik waren, beter waren. Nou, dat is hier in ieder geval bij iedereen het geval. Oké. Nee, vind ik niet irritant. Ik vind het leuk om te zien. Ja, ook als ze je echt inmaken? Tuurlijk. Het is wat het is. Als ze beter zijn dan ik, ja, dan kan ik daar wel boos om zijn. Maar ja, dat is nou helemaal zo, dus ja. Ik vind het wel leuk. Uitdaging. Het is echt niet normaal. Ik zag net ook een klein meisje skaten. En ik was echt... Ik krijg daar heel veel hype van. Dan ga ik zelf ook beter skaten, zeg maar. Dus ook al is iemand een stuk ouder, je kan nog steeds op hetzelfde niveau zitten. Ja. Dus je kijkt niet er tegen ze op? De meeste niet. Zij ontwikkelen, zij zien bij de ouderen wat er allemaal mogelijk is en nemen dat aan. Van, oh, dat is het. Dat is skateboarden. En dat pakken ze op, dat wordt hun basisniveau. En dan groeien ze. Ja, dan worden ze beter. En dan zo evolueert de sport. En dat is ook te zien bij grote wedstrijden. Zo werd het NK vorig jaar gewonnen door de 15-jarige Daniel. En op de Olympische Spelen stond er een 13-jarige op het podium. En het is voor Liv en Tijmen natuurlijk hopen dat ook zij morgen een beetje hoog eindigen. Nou, ik verwacht van mezelf dat ik gewoon al mijn dingen land. En dat ik doorga naar de halve finale. En finale is dan afkijken.